overeenkomsten dat we jullie samen hebben gebracht en toch hebben we heel lang getwijfeld. En we kwamen er niet uit, dus restte er ons niets anders dan aan het Vlaamse volk te vragen wie zij het liefst in ons programma zouden zien. Oké, maar duidelijke afspraken. We gaan vragen wie dat de mensen willen. Federa Hossen of Hugo Claus? Jij bent overtuigd dat Federa Hossen is. Absoluut. Ik ben nieuwsgierig. Ik vind dat de mensen op straat... Eerlijk spelen, hè, Tom? Hugo Claus willen. Eerlijk, ik zal het eerlijk spelen. Ja, ik ook. Niet manipuleren met interview. Niet manipuleren. Echt eerlijke interviews. Ja. 2 uur de tijd en we zullen niet zien wie dat er wint. En dat is gewoon graag. Dat is gewoon graag, meneer. Hé, u zou de graag als centrale gast willen. Hugo Claus of Federa Hossen? Hossen. Dank u wel, meneer. Wie zou u het liefst hebben, Federa Hossen of Hugo Claus? Hugo Claus. Oh, Federa Hossen, denk ik. Hugo Claus. Federa Hossen. Hugo Claus, hè. Hugo Claus. Ja, Hugo Claus. Ja. Hugo Claus. Federa Hossen, dat is goed, hè. Ja. Dat is goed. Ja, ja. Ik weet het. Dat is goed. Ja. Federa Hossen! Dank je wel. Federa Hossen. Wie? Oh, Hugo Claus. Hugo Claus. Claus trof op je, hoe splitsen dan? Klaus? Klaus. Voilà. Ik zoek een cabaretier uit West-Vlaanderen. Geert Hossen? Ja, ja. Kort. Geert? Nee, nee. Kan je zeggen Hugo Claus? Hugo Claus. Federa Hossen. Beloofd is beloofd, hè? Ja. Ik vind Hugo Claus, want Hugo Claus is toch altijd een brokske cultuur. Ja, ik vind eerder Federa Hossen, omdat Federa Hossen... Gaat dan, jij hier. Wie zou de ideale nieuwe man zijn voor Federa Hossen? Hugo Claus! Voilà. Goedendag, meneer. Wie zou u als centrale gast in Schouwse Ruiters willen? Federa Hossen of Hugo Claus? Hugo Claus op Federa Hossen.